allereerst gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ik ben blij met deze kans in de Eredivisie. Een club waar ik al een keer heb gespeeld en nu mag ik terugkomen als trainer. Waarom heb jij voor NEC gekozen? Nou goed, net al proberen uit te leggen zeg maar in de presentatie van het is een club van die denkt in ontwikkeling. Nou, dat is ook mijn ding, succes door ontwikkeling. En als de visies met elkaar matchen en je hebt een klik met de club waar je ook nog gespeeld hebt, ja, dan is de keuze niet zo moeilijk. Ja, want ga eens terug in de tijd. Jij hebt hier gevoetbald. Dat is 25 jaar geleden al. Toen was ik 18, mocht ik hier mijn kunsten laten zien in de Eredivisie. Nu mag ik het laten zien weer in de Eredivisie als trainer. Dus ja, ik vind me wel blij om. Toch een mijlpaal. Als jij jezelf als coach zou moeten typeren om je voor te stellen aan de fans van NEC, hoe zou je jezelf omschrijven? Goed, ik ben wel de trainer van de ontwikkeling, maar wel discipline en onvoorwaardelijke arbeid. Veel vrijheid in balbezit. Verdedigend, weinig ruimte weggevend. En laten zien dat je alles wil geven voor je club. Zo'n trainer ben ik. Welke verwachtingen heb jij sportief hier? Nou, goed, de doelstelling is om te handhaven in de Eredivisie. Dat is een hele mooie uitdaging. Andere grotere competitie dan vorig jaar. Goed, ik denk dat er genoeg potentie in de club zit, in de spelersgroep zit, om dat doel te realiseren. En aan ons om dat te laten zien. Als je kijkt naar de spelersgroep, afgelopen jaar natuurlijk met overmacht kampioen in de Jupiler League. Een aantal spelers die er met kop en schouders bovenuit staken. Bijvoorbeeld Alireza Jahanbakhsh. Weet je of hij blijft? Nee, dat weet ik nog niet. Maar het is ook aan de speler zelf. Wil je graag blijven bij een club, ja of nee? Ik wil graag naar NEC komen, daarom kom ik ook. Je moet altijd van twee kanten in de klik zijn, want anders krijg je ongemotiveerde mensen. Nou, hebben al die gemotiveerde mensen bij elkaar, ja, kun je tot successen komen. Uiteindelijk is het een teamsport en moet je met elkaar doen. Welke garanties heb jij gekregen van de clubleiding als het gaat over de kwaliteit en de kwantiteit van de spelersgroep? Nou goed, garanties krijg je nooit, maar het is wel zo dat wij samen gaan voor een eerdivisiewaardige selectie. Dat moet je ook doen. Dat is ook ontwikkelen. Hè. Je moet zorgen dat je spelers beter worden, dusdanig dat ze het niveau aan kunnen, zelfs dat ze weer worden doorverkocht. Goed, die garanties krijg je dan wel dat je daarin een mooie, talentvolle, potentiële spelersgroep krijgt. En wie dat zullen zijn, zal de tijd leren.